geworden allemaal. Leuk om te zien dat er zoveel dirigenten op de Dirigentendag zijn afgekomen. Vorig jaar zijn we voor het eerst gestart. Het Nederland zingt steeds beter. Ik vind meteen al tijdens de warming-up zeg maar, al dat de beleving en een stukje bewustwording van mij als dirigent. Ja, dat zijn van die dingen, daar sta je niet dagelijks bij stil. Ook niet wekelijks trouwens. Dus ik vind het heel goed is. Dus dat heeft me eigenlijk al heel erg verrast. Dus ik ben benieuwd wat er nog komt. Als koor heb je altijd een uitdaging nodig. En dat kan je vinden in een concert of een zangdienst, een zangavond. En deze keer zei ik van, ik wil wat meer met jullie. We krijgen nu de kans om gekozen te worden als koor, als dirigent en daardoor met nog meer passie de boodschap duidelijker overbrengen. Ik ben naar deze dag gekomen omdat ik het leuk vind om te horen hoe een andere dirigent met zijn koor omgaat. Wat je terugkrijgt is allereerst heel veel vanuit collega's, andere dirigenten van hoe doe je dingen. En daarnaast hele praktische, nuttige tips. We hebben één workshop achter de rug. Daar kan ik al volledig mee aan de gang door meer te gaan doen met stemvorming. Houding, heel belangrijk. Ik hoop ook gewoon de horizon wat breder te maken. Wat we zien is niet altijd in overeenstemming met wat we horen. Toen ik hierheen kwam, had ik eigenlijk niet zoveel verwachtingen. Ik had gekeken van, nou, wat gaan we doen? Wat zijn de coaches? Daar heb ik op de site gekeken. Ik ben heel erg geïnspireerd ook wel door de extra technische vaardigheden. Wat gaan we nu doen? Moet ik een keer een stukje dirigeren? Gaan we zingen? En het is eigenlijk veel breder geweest. Dat heeft te maken gehad met houding, zangtechniek. Stel, je zingt een prachtig lied van, hè, loof de Heer, want Hij is goed. En je staat daar met een somber gezicht, loof de Heer, want Hij is goed. Dan landt het niet. Ik heb veel meer geleerd dan mijn verwachting was.